Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik op bezoek. Ik ben op bezoek bij de heer Jack Uden, meer bekend van Jack Tours, maar nu in de hoedanigheid als voorzitter van de Adviescommissie voor de Surinaamse Onderscheidingen. Laatst hebben we namelijk een bericht gezien waarbij er is aangegeven dat deze commissie de bereikbaarheid gaat uitbreiden met een online platform. Reden voor ons om dus een bezoek te brengen aan meneer Jack Uden om onder andere daarover te praten. Meneer Uden, welkom in Gesprek Met. Dankjewel. Het is mij een voorrecht om deel te mogen zijn van dit gesprek. Ja, hè? En we zijn hier bij Jack Tours. Ja, van dat gesprek. We zijn bij Jack Tours. Ja. U bent er nog? Ik ben er nog steeds op de achtergrond. Ik mag nog een beetje het spel meespelen, maar laat me zo zeggen, ik ben dankbaar dat mijn kinderen dat hebben overgenomen van mij nu al 3 jaar. Ja, want soms hebben de kinderen andere belangstelling. Ik word dus nog een beetje gedoogd hier. Want de nieuwe dingen daar waar ze nu mee bezig zijn, ik moet toegeven dat ik dankbaar ben dat zij dat nu mogen trekken. En zeker met de afgelopen 2 jaar, met die hele pandemie. Ik bedoel, daar heb je echt nieuwe inzichten en wijsheid voor nodig. En kunnen ze, godzijdank, van de achterhoede wel ondersteuning geven. Vandaar dat ik nog steeds een kamer heb waar ik hier kan verkeren. Af en toe heeft u nog adviezen, toch? Uiteraard. Daar maak ik ze ook dankbaar gebruik van. Gelukkig maar. Want Jack Tours, die is er, hè? Hoe lang bestaat het er? Nu al 33 jaar. 33 jaar. En u heeft stand gehouden, ondanks alles. Ja, want we zien dat onze luchtvaartmaatschappij de nodige problemen heeft. Meerdere luchtvaartmaatschappijen, laat me dat zo zeggen. Maar het zou jammer zijn dat inderdaad ook onze national carrier in die trant ook gaat. Ik hoop en bid inderdaad dat ze daar bovenop mogen komen. Want dat zou niet fijn zijn, ook voor Suriname. Zou dat inderdaad een setback zijn als je je eigen national carrier niet meer kan hebben. En je dus absoluut alleen maar moet leunen op buitenlandse maatschappijen. Helaas wel. Dus dat moeten we absoluut proberen te voorkomen. Laten we hopen dat dat nooit gebeurt, want het is nog steeds onze eigen inderdaad. Als ik ze daarin kan ondersteunen, weten ze, weet SLM dat ik altijd inderdaad ook hun spokesman ben. Ja, oké. Geweldig. Dan gaan we naar uw andere pet, want u heeft een heleboel pet. Als we zo in uw kantoor kijken, zien we, oh my god, u heeft dingen gedaan in uw leven. Maar daar zijn we blij om, want ik neem aan dat het allemaal is om Suriname. Ja. Op de kaart te plaatsen en een grotere hoogte te brengen. We zijn dankbaar dat het gewaardeerd is geworden. Dat we, laat me zeggen, als stimulans kunnen zijn voor vooral jongeren. Ja. Die probeer ik, zeker als ondernemer, probeer ik die echt te triggeren om die weg op te gaan. Dus het heeft mij geen windeieren gelegd. To God be the glory. Yes, inderdaad. U bent nu ook voorzitter van de Adviescommissie Surinaamse Onderscheidingen. Hoe bent u voorzitter geworden? Is het u gevraagd of u was al die tijd lid van de commissie? Nee, interessant, heel interessant. Toen dokter Loor, die was voorzitter, toen in 2011 stapte hij op. Hè, legde hij zijn functie neer na zoveel jaren dienst hadden gedaan. Met alle eer werd ook die commissie toen ontheven. Teruggegeven. En nogmaals, veel van de dingen waar ik vandaag over praat, haal ik ook uit geschriften die zijn achtergelaten door mijn voorganger, onder andere dokter Loor. Dus toen hij bedankte, werd ik gevraagd of ik voorzitterschap van deze commissie op me zou willen nemen. Ik praat dus over 2011. Ik zat helaas in die periode met te veel andere activiteiten. Ik zat in het onafhankelijk kiesbureau, de druk op het kantoor. Dus ik heb toen heel netjes gevraagd om mij te ontzien van die verplichting. In het uiterste geval zou ik dan lid zijn, maar absoluut geen voorzitter op dat moment. Nou ja, toen is Henk Peneu gevraagd. En Henk Peneu heeft toen het voorzitterschap op zich genomen. Henk Peneu heeft aangezeten tot 2019 en hij stierf in 2019. En toen werd ik weer gevraagd. En toen had ik geen enkele reden om te zeggen nee. Integendeel, ik had intussen een aantal dingen achter de rug. Ik was intussen al hier ook. Het bedrijf had ik ook al in handen gesteld van mijn kinderen.
Dus toen heb ik gezegd met alle genoegen als de president dat beroep op me deed. Dus toen werd ik in september 2019 geïnstalleerd. Samen met de commissie die er toen nog aan zat. Alleen Henk Penneu was dus geen deel meer van. En in 2020, met een nieuwe regering, een nieuwe president, heeft president Santokki mij uitgenodigd en gevraagd of ik mijn voorzitterschap wil continueren. En natuurlijk, als de president mij dat vraagt, is dat een eer en een genoegen om dat absoluut te doen. Die commissie is toen verder uitgebreid. En ik moet u zeggen, we hebben nu een commissiesamenstelling waar ik absoluut heel blij mee ben. We hebben namelijk in ons midden historici, we hebben archivarissen in ons midden, we hebben ondernemers, onder andere ben ik ondernemer, mensen die dus vanuit horeca en anderen vanuit godsdienstige richtingen, we hebben een pandiet in ons midden, moslim, christelijk. Ik ben ook zelf voorganger van de hervormde gemeente, dus ook uit de christelijke hoek. We hebben topambtenaren, gepensioneerden als leerkrachten, ambtenaar. Dus uit diverse hoeken is deze commissie nu samengesteld, 11-tal leden. De ondervoorzitter is de heer Maurits Hassan Khan, dokter Hassan Khan. En mijn secretaris, dat is mevrouw Breidel, Joan Breidel, die al zeker 20 jaar ervaring heeft ook in de commissie. Maar wat voor mij toch het belangrijkste is, is dat al diegenen die ik hier zo heb opgezomd vanuit hun beroep instaan, die zijn van onbesproken gedrag. Want dat is belangrijk wanneer je deel wil uitmaken van deze commissie. Dus zo ben ik erin beland en met genoegen. Oké. Hoe geschiet zo'n voordracht om gedecoreerd te worden? Ik vind deze vooruit een goede vraag, omdat ik gemerkt heb dat daar nogal veel verwarring over ontstaat. Ik hoor mensen wel eens zeggen van, ja, maar kijk wat die gedaan heeft in die samenleving. En die heeft toch nooit een onderscheiding gehad. Dat is mijn eerste vraag. Heb je die persoon voorgedragen? Of is die persoon voorgedragen? Dat is het stilte. Een decoratie van iemand, het onderscheiden van iemand, komt van ergens. Ergens moet er een voordracht zijn. En die voordracht komt uit de groep waar die persoon zich heeft, laat maar zeggen, heeft ontwikkeld. Dingen gedaan die opvielen. Niet alleen maar binnen die kring, maar vooral in die kring en daarbuiten. Vooral daarbuiten. En vooral vrijwillig, belangeloos. Mensen moeten dus, vereniging of organisatie, bedrijfsleven, serviceclub, noem maar op. Die moeten kijken van, wie is in onze gelederen die dat verdient om voorgedragen te worden. En zo komt de voordracht naar de president, niet naar de adviescommissie, naar de president. Voordrachten die gaan naar de president. De president op zijn beurt die stuurt het via de directeur van zijn kabinet naar de adviescommissie. Om het te gaan beoordelen, te gaan onderzoeken en met een advies te komen of die inderdaad A, een waardering verdient en B, welke klasse van waardering. Maar kan een individu ook? Kan ik bijvoorbeeld gewoon opstaan en zeggen ik wil iemand? Ook een individu kan een voordracht doen. Ik heb een mooi voorbeeld van een mevrouw die haar tuinman heeft voorgedragen. Maar niet omdat hij tuinman was, maar omdat hij nog meer dan alleen maar tuinman was in die omgeving. Zorgde voor mensen, ging mensen hun recepten naar de apotheek brengen, vooral oudjes, oude vandaag en dat soort zaken. Deed zoveel meer dingen waardoor ze zegt van, dit is een voorbeeld, hij is een voorbeeldfiguur. Kunnen we hem inderdaad niet een waardering geven? Zulke voordrachten worden ook wel eens gedaan. En waarom niet? Er zijn naast de orde, daar kom ik straks op terug, de verschillende orde, klassen, heb je ook eremedailles. Nou, die verdient dan inderdaad de eremedaille van het land. Om te laten zien dat op alle niveaus, van laag tot hoog, je gewaardeerd wordt wanneer je dingen doet die in het belang zijn. Niet alleen voor jezelf, maar voor mens en samenleving. Dus ook een individu kan dat doen. Maar het is aan te bevelen dat het via een breder orgaan gaat, via een organisatie. En elk jaar stuurt de directeur van het kabinet van de president in de maand januari, ergens eind januari, stuurt de directeur een schrijven uit naar een aantal instellingen. Dit jaar weer naar een 70-tal instellingen. Naar bedrijfsleven, verenigingen, Lions clubs, Rotarians, al die serviceclubs. naar de commissariaten, de ministeries, tot naar het verre binnenland,
via de commissariaten, om mensen voor te dragen van wie ze vinden dat ze in aanmerking komen voor een onderscheiding. Ik praat over minstens 70 instellingen. En die 70 instellingen, die kopiëren zo'n brief en sturen het meestal ook voor de onderafdelingen. Nou, u kunt zich voorstellen hoeveel aanvragen er op een bepaald moment binnenkomen. De deadline is in dit geval ergens eind juli, 31 juli. Juli, zevende maand. Dan moeten alle aanvragen binnenkomen. En ja, en daar gaat de commissie aan de slag. Om te zien wie daadwerkelijk daarvoor in aanmerking komt. Maar de eerste en de belangrijkste groep die verantwoordelijk is voor een voordracht en voor wat er daarop staat, dat is degene die voordraagt. Dus die informatie die we ontvangen als adviescommissie, daarvan mogen we van uitgaan dat dat waarheidsgetrouw is. Ondanks het feit dat we een commissie hebben die breed is, die nog zoveel meer kan onderzoeken, is het prettig om te weten dat wat daar op papier staat als zogenaamde aanbeveling, misschien ook nog een cv van de persoon, dat dat oprecht is, dat dat juist is, dat waar is. En dat wilde ik weten. Hoe vindt de toetsing plaats? Op basis daarvan gaan we de toetsing eigenlijk op de twee wetten die er zijn op dit stuk. Er is een wet van de ereorde van de Palm en een wet van de ereorde van de Gele Ster. En die wet die heeft regels. En de regels, de voorwaarden, kan je die criteria noemen, dat criteria, die gelden, die toetsen we aan dat leven en de verdiensten van de persoon die daar dan op papier staat. Oké. En degene die dan in aanmerking komen voor een eremedaille? U kijkt dan echt naar wat er op papier staat en... Ja, op basis van wat er op papier staat, kan de commissie besluiten, als de persoon nou, althans advies uit te brengen aan de president, dat zo iemand, nou, die verdient een ridder in de ereorde van de Gele Ster, of die is ridder in de ereorde van de Palm, of die is officier, of die is commandeur. Er zijn, misschien is het goed om dat eens uit te leggen, er zijn een vijftal klassen van onderscheiding die je hebt, hè. Heel jaren voor deze periode, laat me teruggaan naar de tijd toen we nog niet onafhankelijk waren. Toen was het dat je in aanmerking kon komen voor Orde van de Nederlandse Leeuw of Orde van Oranje Nassau. Mijn moeder zelf heeft ooit die onderscheiding gehad van Oranje Nassau. Prachtig. Nou, dat werd toen verleend door de gouverneur, die vertegenwoordiger was van de koning of koningin in dit geval. Namens de koning of de koningin werd dat verleend. Toen 1975 aanbrak en we onafhankelijk werden, konden we natuurlijk dat niet meer verlenen. Althans niet als land meer verlenen. Dus wat heeft de toenmalige regeerders gedaan? Die hebben gezegd, jongens, we stellen een commissie in om te gaan onderzoeken, want dit moeten we continueren. Het is een geweldige project dat we niet kunnen loslaten. Maar we moeten het doen met onze eigen dingen, met onze eigen cultuur, vanuit onze eigen omstandigheden. Nou, zo is die commissie van wijze mannen in de 70er jaren aan slag gegaan. En ze zijn toen gekomen met de Palm als een van de symbolen en de Gele Ster. Palm die staat symbool voor toekomst. Ja. En die Gele Ster staat symbool voor welvaart. Ah. Nou, en die twee hebben ze eruit gehaald. Ereorde van de Palm, ereorde van de Gele Ster. Maar zo'n ereorde heeft verschillende klassen. De hoogste klasse, zowel de ereorde van de Palm als de ereorde van de Gele Ster, de hoogste klasse is drager groot lint. Dan moet je echt heel veel gepresteerd hebben. Drager groot, dat is de hoogste klasse. Dat is de eerste klasse. De klasse die daarop volgt, de tweede klasse, dat is groot officier. Groot lint, of groot officier ereorde van de Palm, groot officier ereorde Gele Ster. De derde klasse is commandeur. Commandeur in een van de beide klassen. In een van de beide orden. De vierde klasse, dat is officier. En dan de laatste klasse, vijf, dat is ridder. Dus je hebt ridder, officier, commandeur, groot officier en drager groot lint. En daarnaast heb je de eremedailles. Twee eremedailles. Men heeft ook toen daarover nagedacht. Je hebt mensen die heel veel gedaan hebben, maar nog net niet in aanmerking komen. Ik noem dit het voorbeeld van die tuinman. Maar nog net niet in aanmerking komen voor
een van de orders. Ja. Want je wordt benoemd in een orde. Je benoeming, de president geeft, benoemt je tot ridder of benoemt je tot officier. Maar nou net niet die benoeming. Nou, in zo'n geval kan je dan overwegen iemand een eremedaille voor te stellen. Eremedaille in goud, eremedaille in zilver, verbonden aan, ook aan de palm of aan de gele ster. Oh, dus die zijn dan geen benoemingen, is gewoon een... Net als wanneer je een certificaat krijgt in plaats van een diploma. Okay. Daarnaast moet ik ook zeggen hoor, dat we vaak adviseren aan mensen van... Als we kijken naar de verdiensten van deze persoon... misschien moet je toch dan kijken dat je binnen die organisatie van jou... hem of haar een award geeft. Want het is nog net niet zo breed dat... Wat je krijgt is namelijk dat wanneer er een aanvraag wordt ingediend voor iemand... moet die dingen hebben gedaan die grensoverschrijdend zijn. Mm-hmm. Met dien verstande, het land moet daar voordeel aan hebben gehad. Ja. En vooral moet je ervoor waken dat je alleen en uitsluitend praat over die bijdrage die persoon geleverd heeft binnen die kring waarin hij of zij verkeert. Mm-hmm. Wat heeft hij daar en boven gedaan? Daar en meer gedaan? Daar gaat het dan om. En dat begrijpen mensen vaak niet. Weet je, ik heb geluisterd naar veel wat er gezegd is hier op Trent. En ik kom absoluut tot de ontdekking van... Ja, onbekend maakt onbemind. Ja. En ik denk dat het daarom onze taak is om hier die informatie te verstrekken. Wat CDS gedaan heeft en wat nu eigenlijk ook kan worden gedownload. En uit deze gesprekken die gevoerd worden. Juist. Maar worden alle adviezen van de commissie overgenomen? Ik heb het voorrecht gehad, nu als voorzitter, eerst onder de vorige president, nu onder de huidige president, dat het nog nooit is voorgekomen. Dat we een advies hebben uitgebracht dat is afgewezen. Laat me direct erbij zeggen, de president heeft dat voorrecht om dat te mogen doen. Het is zijn, ja, hij is de groot officier, nee, we noemen hem geen groot officier, de wet noemt hem grootmeester. Hij is de grootmeester van de orde. Dus hij heeft prerogatief om te zeggen van ik wil dat of ik wil dat niet. Maar daarom heeft hij die commissie en hij respecteert die commissie tot nu toe. Het kan gebeuren dat de president eens een keertje zegt, commissie laten we even praten over de hoogte van deze. Ik zou toch vanwege de andere dingen die bij mij bekend zijn, toch voorstellen dat het een hogere wordt. Of dat het lager wordt, dat kan. Dat zou kunnen. De amendering van wat we hebben, maar afwijzen, de president heeft altijd. En dat is voor ons ook prettig te weten. Dat wat wij doen wordt gedragen. Overigens, ik moet zeggen dat de vergadering, we praten hier over een groep van 11 mensen uit die samenleving, die sterk zitten in die samenleving. We werken echt op basis van consensus. Dus als wij, dat zou betekenen soms dat we weer een volgende keer terugkomen om te praten over Carla Boetius, want we hebben daar geen overeenstemming bereikt. Maar wanneer het eenmaal bij de president is, mag je het absoluut consensus daarover bereiken. En nu geeft u aan dat de bereikbaarheid van de commissie vergroot wordt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, dit is een van de momenten. In principe is de commissie al die tijd, we blijven een beetje meer in de achterhoede. We zijn een presidentiële commissie, we vallen onder de president. En ach, naar buiten toe gaan om te vertellen wat er hoort, dat is eigenlijk niet echt iets voor ons. En ik probeer liever achter die camera te blijven dan voor de camera te komen. Maar als het noodzakelijk is, dan denk ik ja, dan moet dat gebeuren. Je hoort zoveel dingen waarvan ik niemand heb verkwalijk over de kritiek die er geleverd is. Niemand verkwalijk. Ik gooi het onder, het is onbekend, maak onbemind. Laten we erover gaan praten. Laat de mensen nou weten waar ze informatie moeten halen. Als je op die website gaat, is er een richtlijn wat je kan krijgen van A tot Z. En het wordt stapvoetsgewijs wordt uitgelegd wat en hoe. En als ik u de formulieren wijs die we hebben ontworpen. We hebben namelijk een nieuw voorstelformulier samengesteld. Het formulier, vroeger was het 1A4. Nu is het echt een boekwerk wat je echt moet gaan invullen. Waar je voorstelt Surinaamse onderscheidingen. Het begint met jouw eigen naam, de geboortedata. Heeft de kandidaat een baan? Waaruit blijkt dat de persoon een onderscheiding verdient? Al die dingen, ik zei het al, degene die voordraagt moet absoluut op de hoogte zijn daarvan. Op welk gebied heeft de kandidaat zich verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap? Meerdere vakken kunnen worden aangevuld.
kunst, cultuur, onderwijs, sport, buurtwerk, gezondheidszorg, serviceclub, orde, natuur, politiek, bestuur, bloeddonor, religie. Voorstelformulier, hier krijg je dan een cv welke je uitgebreid over de persoon kan schrijven. En dan degene die het voorstel gedaan heeft. Van die moeten we ook precies weten hoe en wat en waarom en hoe de relatie is. En daar zijn er algemene opmerkingen. Uit die algemene opmerkingen ga ik maar één lezen. Het zij hierin herhaald dat niet alleen gelet wordt op de functie die de voorgedragene CQ-kandidaat vervult, maar vooral op de sociale of maatschappelijke prestaties die geleverd zijn binnen of buiten de eigen kring. Als u wordt voorgedragen omdat u geweldig goed werk hebt verricht bij ATV, dan zeg ik van, daarvoor is ze betaald geworden toch elke maand? Daarvoor heeft ze ook nog bevorderingen gehad, precies, zo en. Ja. Nee, maar daarnaast heeft ze belangeloos nog zoveel aan wat ze gezien heeft in het veld, heeft gemaakt dat ze ondersteuning heeft gegeven aan deze. Nou, zoveel meer dingen heeft ze dan alleen maar ATV een medewerker. Die dingen gaan dan gelden. En vooral gaat gelden, nogmaals, dat wat je belangeloos doet. Vrijwilligerswerk, die dingen krijgen een hele hoge waardering. Of mensen die in de sport zitten en Suriname buiten de grenzen naam hebben gegeven. In dit verband wil ik u het volgende zeggen, wat ik ontdek. Iemand maakte ook de opmerking tegenover mij, die zei, hij vond het gênant dat iemand bij een van de onderscheidingen, een van de decoratiemomenten, daar stond Jan met de pet eigenlijk met een gimpie naast een hooggeplaatste persoon die daar onderscheiding verdiende. En ook hij kreeg daar een onderscheiding van ridder of officier wat hij kreeg. Ja. Ik ben het gaan onderzoeken. Ja. En ik heb toen ontdekt dat wat die persoon die dat gezegd heeft niet wist, is dat die Jan met de pet die daar stond, meer dan 90 keren bloed gegeven had. En zoveel levens had gered op basis waarvan hij een onderscheiding kreeg. En naast die persoon die daar in hoogheid is, met alle respect, die zal niet zomaar in hoogte daar hebben gestaan. Ook die heeft zijn verdiensten absoluut en wordt gerespecteerd. Maar dan kan je niet plotseling neerzien. Die persoon heeft niet neergezien op het. Het kwam vanuit een andere hoek die dat zei. Maar toen dacht ik van, deze dingen, die zijn pijnlijk. En ik denk dat op dit stuk, dat is dan een beetje begrijpend wat die kritiek die er komt, dat we waarschijnlijk onvoldoende uitleg geven over waarom Carla Boetius die award heeft gehad. Het aantal mensen dat op een dag wordt gewaardeerd is namelijk vaak een beetje, zeker boven de 100 tot 200. Waardoor je eigenlijk geen ruimte vindt om over alle mensen een korte AV'tje of CV'tje, A4'tje of een C. Dus dat, waardoor ik weer, oké, dat wist ik niet. Dus ja, alle mensen worden een beetje algemeen worden gezegd over die groep wat daar is, maar specifiek wordt dat niet. En ik denk dat we daarna moeten gaan kijken. Ja, want wellicht wanneer je dat hoort, dat je zelf zegt van oké, mea culpa. Je kijkt helemaal niet naar wat de persoon aan heeft of zo, maar wat heeft de persoon gedaan? Een man springt in de rivier, of in de, was in de kreek of wat dat was, red vrouw en man en kinderen die in die auto daar in de diepte verdwenen, één voor één eruit gehaald met gevaar voor eigen leven. Nou, die kreeg direct een ridder. Dan ga je zeggen van, wie is dat die ridder? Hallo. Maar je moet de gemeenschap wel laten weten. Niet alleen om die persoon zijn waarom te bevestigen, maar ook tot voorbeeld voor anderen. Ja, maar dan komen we op de kritiekpunten. Want in voorgaande jaren dan zag je ook koppen in de krant, lintjes, regen. Maar ik vond het was zo onrespectvol dat ze ermee omgingen. Want eigenlijk moet het een geweldige waardering zijn. Maar men ging er, nu was er ook heel veel kritiek vanuit de president heeft mensen van zijn politieke partij allemaal gedecoreerd. Maar de vorige president had dat ook gedaan. Waardoor men denkt, heeft het nog waarde? Ja, het heeft waarde. Absoluut. Absoluut. Als het nou toevallig in de ogen van één persoon of twee personen of meerdere personen niet op de juiste plaats is, verliest het zijn waarde daarmee niet. Wat toen gedaan was, per 1978, wanneer was het? 75 waren we. 77 was de eerste keer dat het er heeft tot de dag van vandaag nog steeds zijn waarde. Absoluut. Ik hoef dat niet eens te zijn met die ene die dat ook heeft gehad.
Maar die goede God zegt tegen mij, hij is ook mijn kind. En jij hebt jouw waardering gehad. Lief het als het is. Wat ik wel moet zeggen is dat we ons voordeel gedaan hebben aan die kritiek die er is. En ik neem aan dat ook de president zal wel dat gehoord hebben. En wat de president heeft, en ik waag me eigenlijk op dit stuk om dat zo te stellen. Dat is president om dat te zeggen. Maar de reden waarom hij dat wilde doen, was eigenlijk ook ingegeven door een beetje meer tijd geven aan wat de mensen verdiend hebben. Als je alles brengt naar 25 november, dan is die groep zo groot dat je daartoe de ruimte niet vindt. De president die had eigenlijk als uitgangspunt, wanneer ik meerdere mensen op andere momenten kan waarderen, moet dat ook kunnen. En niet wachten totdat die grote groep rond 25 november. Maar dat betekende dat hij dan vaker in de picture komt met decoreren. En dat werd dan niet goed verstaan, niet goed begrepen, misschien ook niet goed uitgelegd. Neem maar de groep van SVB, die had 100 jaar viering, op een apart moment. Bloeddonoren, die worden ook op een apart moment. Want bloeddonoren alleen al zit je altijd boven de 170, 100 naar de 200 toe, op een apart moment. En zo zijn er nog anderen die je op aparte momenten zou kunnen waarderen. En niet per definitie wachten tot 25. Maar nogmaals, dat heeft wat verwarringen en onbegrip. Die kwestie van politieke partijen. Wij als adviescommissie, dat mag ik u garanderen, die kijken niet naar politieke partijen. We kijken naar mensen die zijn voorgedragen. Bij ons is het een politieke kleur is geen uitgangspunt. Wat heeft die persoon gedaan? Uiteraard ook vanuit zijn politiek zijn, dat gaat uiteraard ook als aanbeveling komen. Maar wat heeft die persoon daar en boven gedaan? Wat maakt dat hij daarvoor in aanmerking komt? Als je gewoon krijgt van, deze persoon was heel loyaal aan de politieke partij, moet hij op basis daarvan... Kan hij een award binnen de politieke partij krijgen? En laat me u zeggen hoor... Ik denk dat die... Ja, dat is... Is dat niet gedaan? Ja, ik kan me dat niet voorstellen. De politieke partij, die geeft ook zijn eigen awards, neem ik aan. En als je mensen voordraagt voor een onderscheiding uit de politiek, dan betekent het dat ze des te meer hebben gedaan. Maar ik denk dat het moment waarop het gedaan is, dat een beetje die onbegrip heeft. Want het was in verband met 70 jaar. Het was in verband met 70 jaar. En ik moet u zeggen, voor de credit voor de PAP, dat was ook in die periode al opgepakt. Maar door allerlei omstandigheden is het blijven liggen. En toen is het op een ander moment gekomen. Bij mijn 73ste jaardag. Maar als u die decoratiedag van afgelopen jaar weer even zou doornemen, dan zult u merken dat er zoveel politieke figuren daar ook zijn gedecoreerd. Maar het is bij die gelegenheid waardoor het dan niet direct opvalt. Hier viel het op omdat het bam apart en alleen en uitsluitend voor die groep was. Wauw. Nou, het is heel interessant om dit te weten. En ik denk dat men inderdaad meer deze informatie wil, zodat men precies weet. En dat vooral de decoraties hun waarde en hun, je weet toch, hun shine blijven behouden. Dus we willen er alles aan doen. Ik heb twee punten dat ik op dit stuk nog vaststel. Ik heb hier een artikel van 2018. Dat is toen Peneu nog voorzitter was. Ja. En wat was de kop? Er is dit jaar een record aantal personen in aanmerking gekomen voor de onderscheiding. 639. Wow. Maar luister wat Peneu gezegd heeft. Ik vind dat zo mooi zoals hij dat verwoord heeft. Hij zegt, dit vind ik een aanwijzing dat de bewustwording om anderen te waarderen voor hun inzet en verdiensten is toegenomen. Nou, dat vond ik zo'n mooie manier om te counteren tegen de kritiek van, ja, want hier praat over 639 op één dag. Maar dat geeft aan dat mensen zich meer inzetten voor anderen, of? Ja. Weet je, er is een hele oude Engelse gezegde. The good things I have done, no one remembers. The bad things I have done, no one forgets. Die commissie van ons, die kijkt naar die goede dingen die gedaan zijn. En dat er ook fouten daarin zitten, die moeten daar heel erg zijn. Die wet zegt tegen ons, als iemand 3 jaar in de gevangenis heeft gezeten, kan hij niet in aanmerking komen. Dat is verder over en out. Maar zelfs als iemand 1 jaar heeft gezeten, zou hij nog in aanmerking kunnen komen. Jij zou met gefronste wenkbrauwen kijken, maar je zou niet weten wat hij allemaal heeft gedaan. Wat gemaakt heeft dat
dat zijn verleden helemaal wordt overschaduwd door de positieve dingen. Als ik kijk naar organisaties als Rumas, om maar een organisatie te nemen, die kinderen opvoedt die ontspoord waren, ga je me zeggen dat wanneer die gedecoreerd worden, dat je plotseling gaat zeggen, ja, maar die heeft toen, hallo, die dingen zijn overschaduwd. Vanuit de kerk zou ik zeggen, we bidden God altijd dat hij een mantel van liefde over die dingen werpt en dat we naar die positieve dingen kijken, om die mensen daardoor te stimuleren. Dus ik hoop nogmaals dat we nog verder lering putten uit de kritische kanttekeningen die er komen, zeker als commissie, maar dat degenen die daar zo naar kijken ook de ruimte krijgen om via de andere kant nou insight informatie niet alleen te winnen, maar ook er anders ook naar te kijken. En dan denk ik dat we gezamenlijk als natie zeggen, laten we God dank zeggen dat we deze wijze van waardering hebben. En dat we nooit en te nimmer de anderen daarvoor moeten blameren. Laten we dat aan hem overlaten. En wij kunnen als commissie in elk geval met ons hand op ons hart zeggen van, we gaan werkelijk dwars door alles heen voordat we zeggen van, die komt daarvoor in aanmerking. Geweldig. Nu hebben we gezien waarom u toen bent gevraagd en weer bent gevraagd. Want u bent echt de right man on the right place. Nou, we doen ons best. Ik dank me God inderdaad dat ik ook zo'n commissie heb. Mensen die echt wat hard op de juiste plaats hebben om mee samen te werken. Fantastisch. Geweldig. Nou, mag ik u heel veel succes toewensen in het voortzetten van uw werk. Want er is nog werk aan de winkel. Want er komen nog meer dagen en meer decoraties. Heel hartelijk bedankt. Het is mij genoegen geweest, Carla. En ook voor jou veel succes met alles waarvoor je staat. Dank u wel. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van dit deel van In Gesprek Met. U heeft het nu gehoord. Meneer Uden is echt uitgebreid ingegaan. En nu weet u hoe u als iemand wil voordragen hoe dat geschiet. Het zou beter zijn via organisatie, maar ook individuen kunnen dat doen. En u heeft gehoord dat die waardering voor de decoraties er nog steeds moeten zijn. Want iemand wordt niet zomaar gedecoreerd. Dus ik ben blij dat hij zo de informatie heeft verstrekt. Ik denk dat we met z'n allen er baat bij hebben dat we nu op de hoogte zijn hoe het eraan toe gaat. Maar u gaat nog niet weg, want Sifra Goudland is er zo meteen met het tweede onderdeel. Zij gaat in gesprek met mevrouw Fidelia Grand-Gallon, die nu in Ghana zit. En zij vertegenwoordigt ons land als ambassadeur. Blijft u afgestemd. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel zag je mevrouw Boetius in gesprek met Jack Uden. En in dit deel vliegen we helemaal naar Ghana. En daar ga ik, niet daar, maar ik bedoel in dit gedeelte, heb ik dan een gesprek met mevrouw Fidelia Grand-Gallon. Zij is de ambassadeur van Suriname die resideert in Ghana, in Afrika. Mevrouw Grant, welkom in gesprek met. Dank u wel. Ik wil groeten de kijkers van Suriname, in Suriname. Dus als ik jullie zie, denk ik gelijk aan Suriname. Ik groet iedereen. Als het avond is, goedenavond. Als het nog klaar ligt, de dag is, middag of morgen, goedemorgen, goedemiddag. Iedereen. Helemaal, dankjewel. Mooi. Oké, mevrouw Grant, zoals ik de kijkers aangaf, bent u reeds gearriveerd in Ghana. Hoe is het land als u moet vergelijken met Suriname en Ghana? Wel, Ghana is duidelijk qua populatie veel groter dan Suriname. Vele malen groter. Het heeft 30 plus miljoen mensen. Dus meer dan 30 miljoen mensen. Suriname heeft nog niet eens 1 miljoen. Het is een groot land. En het verschil is dat we in Suriname een blended community hebben. Dat wil zeggen dat je alle bevolkingsgroepen daar ziet. Wanneer je op straat loopt, ga je naar de markt, zie je verschillende gezichten uit de verschillende werelddelen. Ga je Suriname plaatsen. Hier is het Afro. Bijna, ik ben niet naar de statistieken gaan kijken,
Maar ik denk dat zeker 90% van de mensen hier op mij lijken. En dat neem ik aan dat het ook een beetje makkelijker gaat, want dan gaat men het idee hebben, she's a part of us. Ja, ik heb al meegemaakt dat ze zeggen dat ik ook al op een bepaalde stam leid. De grootste en machtigste stam hier is de Ashanti. En te zeggen dat wij Surinamers meer op de Ashanti's lijken. Dat wil zeggen dat we dat wij heldhaftig zijn. mooi. Want ik heb het al zo'n beetje begrepen dat onze voorouders komen uit Ghana. Weet u als dat waar is? De schepen komen allemaal uit Ghana, dat is helemaal waar. Okay. Maar wat wij weten, door de woorden, de Afrikaanse woorden die we in onze taalgroepen hebben, onze Afro-taalgroepen, daar heb je ook dat er stammen van Nigeria, dat ook hun woorden voorkomen in de talen die we spreken, de Afro-talen. Maar de meeste woorden komen uit de Akan-groep, waar de grootste populatie van de Akan-groep, de Ashanti's, zijn. Okay. Dus de schepen komen allemaal 100% uit Ghana. Maar als de populatie in Suriname 100% Ghanese is, dat bewijst zich niet vanwege de woorden die we hebben. Bijvoorbeeld één woord. Dat heb ik ontdekt sinds ik in Trinidad was als ambassadeur. Dat is dat woord jaja. Je weet dat we gebruiken het voor mensen die fearless zijn, mensen die sterk zijn. Als we zeggen jaja uma of een jaja man, dan is het iemand die veel zit met doorzettingsvermogen, niet bang is om stappen te ondernemen om doelen te bereiken. Dat woord komt uit Nigeria, heb ik begrepen, van de Yoruba-stam. Oké, dat is heel erg mooi. We hebben ook een persbericht gekregen van u uit, dat u uw geloofsbrieven heeft aangediend bij de, is het de koning, president van, ik denk bij de president van Ghana. Ja. Wat ging er rond dat moment door u heen dat u uw geloofsbrieven als ambassadeur kon indienen? Wel, het is altijd een voorrecht om ons mooie land Suriname te mogen vertegenwoordigen, waar dan ook. Op dat moment leek het alsof ik voelde me vereerd door het land van Suriname, de regering en het volk van Suriname, dat ik het voorrecht heb om Suriname te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, niet alleen de Afro-Surinamers, maar ook alle andere bevolkingsgroepen van Suriname. Dan ben je daar, ja, de Surinaamse, vooral toen ik het Surinaams volkslied hoorde. Toen ik daar stond en het kapel van hun het volkslied speelde, was het meer voor mij, heren, dank u wel. Wat een eer. En ik wil mijn best doen om Suriname op de beste manier voor te dragen en het beleid van het land Suriname uit te dragen hier, om er het beste van te maken. Dus dan liep je daar om te zeggen, ik sta niet alleen, Suriname staat met mij. Dank u wel. Heel mooi. Ik vroeg me net even af, was het ook een kippenvel moment toen u het volkslied hoorde? Ja, helemaal kippenvel. Ik stond daar en ik zeg, wat mooi is ons volkslied. Ik vind ons volkslied overal waar ik ben de mooiste, hoor. Pronto singi gado de mi festiman, eri libite na dede. Wow. Ja, helemaal. Oké, mevrouw Grant, ik denk van dat de samenleving zich ook weer een refresher wil hebben. U bent nu ambassadeur in Ghana. Waarop gaat u zich focussen als u daar bent voor de periode dat u bent aangesteld?
Wel, het is het beleid, het buitenlands beleid met betrekking tot de diplomatieke relatie met Ghana, is uitvoering daaraan geven. En het zijn drie domeinen waarop het ministerie, de regering, het ministerie van Buitenlandse Zaken, is een werkarm van de president en de vicepresident als de bestuurders van het land. En dat is wat ik uitvoer. En het gaat om drie domeinen. Het gaat om samenwerking op het gebied van handel, investeringen en zo dat we Surinaamse producten op de markt brengen. Dat we Suriname zoveel mogelijk promoten, zodat er investeerders komen en ook toerisme bevorderen, zodat mensen komen naar dit mooie land Suriname. Klein, maar powerful en sterk. Onze natuurlijke hulpbronnen zijn ongeveer hetzelfde als dat van Ghana. De president, onze president en de president van Ghana hadden een gesprek vlak voordat ik zou komen. En in het nieuws lazen we, jullie ook, over oil en gas. Je weet, Ghana doet het al jaren. Suriname, wij maken ons klaar om die richting. We zijn al in die richting om uitvoering te geven, dus samenwerking op dat gebied. Ik ben niet de focal point hier, we zijn meer de uitvoerders. Dat is de regering. Wat de regering overeenkomt met het land in bilateraal verband, dat is waar wij aan zullen werken, moeten werken als vertegenwoordiging van het land hier. En die andere, last but not least, culturele samenwerking. De president van Ghana heeft het ook gezegd in ons kort gesprekje dat Suriname en Ghana heel ver gaan. Ja, en hij doelde op die transatlantische slavenroute, slavenhandel. En hij zei dat hij weet dat er zijn diaspora in Suriname is. En ik zei hem, nou, u praat nu met een van ze. En u zag die smile in het gezicht van die president. En toen ik ook ging, die drummers, heb ik moeten groeten. En je zag, ze keken naar mijn kleding, want het is Suriname presenteren. Ik had een Anissa aan, had ik cadeau gekregen van een organisatie. En die Anissa die ik aan had was Let Them Talk. En hier op de ambassade is dat wij zeggen, als je niet praat, zal men je niet horen. Als men je niet hoort, kan men je niet zien waar je stem is. Kan men je niet zien staan. Dus je stem is belangrijk. En je kan praten op vele manieren. Dus die samenwerking is breed. Het is de economische diplomatie die de regering uitvoert. En we kunnen heel veel bijdragen hierin als Surinamers, als eenheid, staat achter deze doelstellingen. Voor een periode van hoe lang bent u dan als ambassadeur in Ghana? Ik ben hier voor een periode van 4 jaar. 4 jaren. Oké. Okay. Ja. Als ik een tijdsbestek eraan moet geven en u heeft het gevoel al dat zaken wat een beetje smooth verlopen. Na die 4 jaren, als u zo wilt kijken, u heeft 3 beleidsgebieden voor me opgenoemd. Hoopt u dat u alle 3 kan afwerken wanneer uw termijn afloopt? Ik hoop dat ik, ook al heb ik niet alles afgewerkt, maar iets moet hier achterblijven en moet doorgaan groeien. Iets moet er zijn. Soms ben je trendsetter en die trend zet zich voor. Soms ben je degene die alles finaliseert. Iets wat iemand heeft gedaan, heeft ontwikkeld. Je bouwt erop voor. Dus zaken moeten er zijn, de fundamenten moeten gelegd zijn, de relaties moeten gelegd zijn. Tenminste, op die gebieden zullen we werken, want u weet, al die gebieden hebben te maken met elkaar.
Alles heeft te maken met investering en samenwerking. Wanneer je praat over toerisme, gaat het om investering. Wanneer je praat over investering in toerisme, praat je over cultuur. Wanneer je praat over handel, handel waarin, welke producten, dan praat je ook over cultuur. Ze zijn allemaal onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Want je gaat niet iets kopen, dan weet je niet wie de mensen zijn. U weet toch, wanneer wij Podosiri, toen je voor het eerst hoorde van Podosiri, wou je weten, maar wie zijn de mensen, hoe doen ze dat? Toch? Klopt. Welk woord is dat? Uit welke groep komt het? Wanneer we zeggen pichil, toch? Pichil, waar komt het? Wat is die taal? Wanneer ik zeg roti, wil je niet weten wie die mensen zijn die roti maken? Dan heb je vlees nodig, je hebt meel nodig, toch? Dus we hebben Suriname in alles. En dat gaat gepaard met economische diplomatie. Dus al die ministeries zijn betrokken. Maar ook het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een speciale afdeling waar investeerders vanuit het buitenland kunnen gaan en begeleid kunnen worden. Dus daarin is reeds voorzien door de regering. Uh-huh. Mevrouw Grant, het is heel leuk om u toch nog te spreken. We zijn blij dat u heel huis en goed bent aangekomen in Ghana en dat u het werk voort zal zetten. Ik stel het zeer op prijs dat u ons te woord heeft gestaan, vooral in het programma In Gesprek Met, zodat de samenleving ook kan weten, mevrouw Grant is goed aangekomen. Ja, ik ben goed aangekomen en we hebben veel te geven aan de wereld, aan Afrika. We zijn rijk. Dus helemaal. Laten we ervoor gaan dat we rijk maken en dat zij ons ook rijk maken. Helemaal. Toch? Wij maken rijk en zij maken ons rijk. We hebben zoveel dat wij kunnen geven aan de rest van de wereld. Ons schoon klimaat spreekt voor zich. Right? Dankjewel, ATV. Absoluut. Voor het gesprek. Tot uw deel. Ik groet jullie en bedankt. Thank ik stel you. Het zeer op prijs. En ik groet Suriname, de president, de minister van Buitenlandse Zaken, de VP en de Raad van Ministers, Nationale Assemblée, maar bovenal het volk van Suriname, dat mooiste volk in de wereld. Ja hoor. Heel mooi. Wij zijn de mooiste. Ja, we moeten trots erop zijn. Ja. Ik snap het helemaal. Ja. Yes. Ja, en kijkers, heeft mevrouw Gallon gehoord. Suriname is het mooiste land. We zijn het mooiste volk van de wereld. En met het gesprek van haar zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag je mevrouw Boetius in gesprek met de heer Jack Uden. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is vanavond, ik denk tussen 8 en 10 op 12.2. Tot de volgende week met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.